dat met zo'n pak? Ja, ik ga die laten zien. Oh. Yes, het is Pride. Pride 23. Oh. Maar wat moet ik aan? Dit leek me dus wel een geschikte basis voor de outfit van vandaag. En het is gezellig, maar het duurt allemaal best wel lang. We komen nu aan bij 20 en moet tot 50, maar eigenlijk denk ik nu al, het is goed zo. Oh, Kai. Gadverdamme. Halve muis. Helemaal. Nou, ik zal het maar niet benoemen, want jullie zitten denk ik te ontbijten. Oh, ik wilde er bijna gaan zitten, Kai. Gadverdamme. Monster. Nou, goedemorgen. Dat is lekker wakker worden. Verrassing op het kleed. Moet ik altijd op het kleed? Wat ik eigenlijk wilde zeggen, vandaag is de dag van de Utrecht Pride. Ik heb er erg veel zin in. We gaan eerst lekker champagne brunch doen met wat vrienden bij Dr. Bram thuis in Utrecht. Gisteren heb ik even wat geshopt bij de Mango Man hier in Hilversum. Ik was er laatst een keertje en toen zag ik daar best wel veel kleren van. Ik dacht, oh, best mooi. Niet heel uitgesproken, maar misschien als je het combineert met iets anders is het wel mooi. Dacht, kan ik daar een outfitje scoren? Ik had gisteren geen tijd meer om het jullie te laten zien, dus ik doe even een korte shoplog. Ik heb gekocht een wit shirt. Ja, ja, doe maar. Maar het is niet helemaal wit, het is een heel klein beetje off-white. En hij zat heel goed, het is lekker dikke stof. Kun je nooit genoeg van hebben, of nooit te veel van hebben. Een witte, ja, nog een wit shirt. Huh? Wacht. Dit is niet goed. Huh? Dit is nog een wit shirt. Maar dit is een L. Dat klopt niet. Ik denk dat ik per ongeluk twee shirts heb gepakt van de stapel of zo. Dit is gewoon hetzelfde shirt nog een keer, maar dan in de verkeerde maat. Wat? Wat dom. Nou ja, oké. Die moet dan sowieso terug. Dat is op zich wel prettig. Dat maakt de drempel ook lager voor de rest om te gaan ruilen. Wat absurd. Ja, ik was sowieso echt geen fan van dat shoppen in een winkel. Ik dacht, ik ga het weer eens proberen in plaats van online shoppen. Want dan kun je het even passen en dan kun je even kijken hoe het voelt. Maar het was daar echt de hel op aarde. Ik had gisteren al verteld, het was warm, iedereen was chagrijnig. Ik mocht maar 5 dingen het pashokje innemen, terwijl ik iets van 10 dingen had. Verder heb ik gekocht een lekker peach, oranje, roze zwembroekje. Is het wel de goede maat? Ja. Dit leek me dus wel een geschikte basis voor de outfit van vandaag. Ik dacht een beetje zo, badmeester chic. Is dat iets? Het wordt namelijk heel heet. We staan aan het water. Het is Pride. Het mag een beetje kort. Hoor mij praten. Hé, hey, een haakje in. Deze ga ik gewoon gelijk aantrekken. Het staat ook wel bij mijn sokken. Dit shirt zou daar ook op zich heel leuk bij zijn. Mijn Zakintel shirt. Alleen ik vind het gewoon net een beetje kort. Als ik zo doe, dan komt mijn buik eronder uit. Nog een korte broek. Die lijkt een beetje op een ripstofbroek die ik al heb. Maar deze, ja, deze had wel een leuk model. Die pijpen lopen zo'n beetje zo wijd uit. Ja, ik heb even geen tijd om ze allemaal aan te proberen, sorry. Maar jullie zien ze de komende tijd langskomen. Dan heb ik dezelfde zwembroek ook nog in het blauw. Leek me leuk voor de vakantie. Ik vind het een hele leuke klassieke zwembroek. Deze kan ik ook aandoen met wel iets classier misschien. Maar ja, die roze is ook wel fun. Een heel mooi blauw shirt. Eigenlijk is het hetzelfde shirt als het witte shirt volgens mij. Maar ik vond het een mooie kleur en ik deed hem aan. En toen dacht ik, hey, dit staat me eigenlijk best wel goed. Ik heb helemaal niet deze kleur volgens mij. Kan dit hierop? Meh, een heel mooi. Ja, het is geen polo, of het is wel een polo. Ja, eigenlijk is het gewoon een soort polo. Een polo shirt misschien. In het wit. Die vond ik ook wel mooi staan. Die zou hier ook wel bij kunnen. Blouseje, overhemd. Zou ik normaal gesproken niet zo snel kopen, maar ik deed het aan. En ik dacht, oh, best wel goed. Lekker zo'n flubberstofje, dat hangt een beetje zo. Ja, misschien was ik gewoon gisteren in een hele goede bui. Vond ik alles mooi. Nog iets dunner stofje en een iets ander patroontje. Maar wel hetzelfde idee. Dan is er nog deze polo. Ja, daar twijfel ik wel een beetje over. Die ga ik misschien toch terug doen. Maar ja, ik moet hem even gewoon met een normale broek proberen. Ik had hem gisteren boven mijn zwembroek. En toen was ik echt een Gooise hockeyvader. Die Storm en Splinter kwam ophalen. Om bij Loetje te gaan eten. En het is dus een lekker badstofje. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Maar misschien gewoon met een normale spijkerbroek. Dat het wel kan. Dit is eigenlijk wel de badmeester look die ik voor ogen had. Maar is het een beetje saai? Ah ja. Sinds wanneer denk ik zo lang na over wat ik aantrek? Of dit? Ja, ook wel mooi. Maar ja, dit kan ik de rest van de week op zich ook nog wel aan. Nou, dit is wel lekker. Zo lekker ver openknopen wordt het wel lekker hoerig. Excusez-le mo. Ik ga denk ik toch mijn zwembroek aantrekken. Misschien duik ik er nog wel even in. Of laatste optie. Het badstof, de badstof polo met de blauwe zwembroek. Bijna matroosje. Ik wil gewoon toch die roze zwembroek aan. Dat is eigenlijk gewoon een feit. En over twijfel gesproken, ik heb ook echt getwijfeld of ik nou mijn nieuwe camera mee moet nemen.
Want ik heb hem zo, ja, ik had me eigenlijk gewoon deze week besteld zodat ik hem bij de Pride kon uitproberen. Is een soort ultieme testcase van of die on the road ook een beetje werkt. Maar ik ga het niet doen. Ten eerste heb ik geen reserveaccu ervan, want die is niet binnengekomen gisteren. Ten tweede is de microfoon ook nog niet binnengekomen, dus heb ik geen microfoon. Nou, ik heb wat andere microfoons, maar... En ten derde weet ik een beetje hoe het gaat als ik wat heb gedronken. Daar is hij dan misschien toch net te duur voor. Maar ik vind het wel jammer. Maar het is gewoon nog niet het goede moment. Dus jullie moeten het nog even hiermee doen vandaag. Nou, is ook prima. Wat is er met mijn haar? Wat wel echt een beetje shit is. Ik had toch woensdag was ik in het ziekenhuis om een gat te laten prikken in mijn teen. Nou, om een biop te laten nemen van mijn teennagel. Te onderzoeken of het een melanoom is. Dan vroeg ik nog aan de chirurg. Ga ik er veel last van hebben? Gaat het nog pijn blijven doen? Zei hij, nou, nee, je haalt vanavond de pleister eraf. Je mag er gewoon mee douchen. En dan neem je een paracetamolletje en dan is het eigenlijk weg. Nou, deze chirurg heeft duidelijk nog nooit bij zichzelf een biopt genomen. Want de pijn wordt eigenlijk, ja, nou, steeds erger. Is een beetje overdreven. Maar gisteren heb ik natuurlijk een heel stuk gewandeld om een camera uit te proberen. En daarna was het wel echt vrij pijnlijk. En zat ook weer wat, ja, was de wond ook weer een beetje, nou ja. Ik had verwacht dat het sneller voorbij zou zijn. En nu zit ik toch een beetje, ja, zit met zo'n pijnlijke teen. Maar ik neem even een paracetamolletje en dan is dat vast wel weer wat minder. Ik ga even snel iets ontbijten. En dan nog even langs de supermarkt om wat biertjes te kopen en wat snacks. En mijn wc-papiers op. En dan op naar Utrecht. Ze liggen al klaar. Hi. Dag Floris. Floris? Floris, een goede hockeyvader nou vandaag. Who's ready? Try 23. Oh! Nice. Oh! Zo, ingesmeerd. Ingesmeerd, helemaal ready. Wat heb je aan vandaag? Ik heb een kleurencombinette aan, ik zal het laten zo, zien. Zo, behoorlijk lekker geblokt ook. Ja, toch? Mooi. House of the day. Het zijn verschillende stijlen. We hebben lekker gebruncht. Oh mijn god, dit was echt een top begin van de dag. Want vorig jaar waren we al een beetje oezie woezie. Ja. Dat is echt het gevaar van de Pride. Dat je nog voordat de boten er zijn, ben je al soort... Ja, omdat je in de zon staat en ja. Toch denk ik, hé, gezellig. Ja. Maar het is weer zover. We hebben een goede bodem, ja. Het is weer zover. Nu tot en met september zijn we druk. Inderdaad. Zie ik je elk weekend. Ja. Ons niet bellen. Ons niet bellen. We hebben te druk. Ik ben druk. Ja. Ja. Heb je er zin in? Heel veel zin in. Wat vind je het leukste aan Pride? Nou toch, dat je heel veel leuke mensen weer ziet. Dat je je toch iets veiliger voelt af en toe. Niet altijd, natuurlijk. Maar dat je denkt van, oh mijn god, stop weer even. Ja. We nemen echt even de stad over. Ja, toch wel. En ik liep hier naartoe en toen zag ik twee jonge meisjes helemaal met regenboogsokjes, helemaal hand in hand, helemaal cute. En dan denk ik, oh mijn god, vind ik dat zo fijn voor u. Dat je denkt van, zie je, maar dit zou het eigenlijk altijd moeten zijn. Je kan doen wat je voelt, hoe je denkt en wat je wil zijn. Ja. Dat vind ik gewoon heel erg ontroerend. Ja. Dus van binnen ga ik ook een beetje huilen. Het is een soort heel erg mooi, al die vrijheid, maar ook een beetje wrang. Ja, ja. Want daarna is het gewoon weer, nu is het zo van, nu mag je even uit de gouden kooi. Ja. En daarna stop je gewoon lekker erin en zo is het. En wordt het nog getonkt? Ik denk het wel. Oké. Ik vind het helemaal niet leuk, ik ben heel gefrustreerd. Oh. Nee hoor, nou, ik vind het wel dat het ik ben niet meer gewend aan druktes. Oh. En er lopen allemaal mensen voor me en die lopen dan langzaam. En dan denk ik, jongens, homo's staan het gewoon bekend dat ze zo snel lopen. Wat is hier aan de hand? Dat is waar je wel naar uitkijkt. Nou, lekker biertje drinken. Hi. Het is hartstikke lekker weer. Ik ben erg benieuwd naar de boten. Ik vond die van Utrecht eigenlijk altijd wel net iets leuker dan die van Amsterdam. Iets knusser, iets kleiner. Ik ben gewoon benieuwd of er een beetje creatieve boten zijn eigenlijk. Wij lopen even door, maar misschien zit je straks. Vast niet. Ja.
Hebben we een mooi plekje. Op dezelfde plek als vorig jaar. Ja, volgens mij wel. Bij de Druiper weer. Bij de Druiper. Je favoriete plek. Een herkenbare plek voor jou. Ja, lekker aan de werf. Kun je de boten goed zien. En in de schaduw. En in de schaduw. Dat is wel heel fijn. Want ik aan de overkant, ik trek dat niet hoor. Nee, ik zie mensen daar gewoon levend verbranden. Ja, nu al. En het begint pas over een half uur. Ja, voordat hier een boot is, zijn we nog een uur verder. Ja, ja, daarom. Maar het is fijn dat we een plekje hebben. Heel fijn. Heel fijn. En het is gezellig. Ja, maar nu heeft het al helemaal matjes gemaakt. Ja. Met andere roze invitiepers. Met internisme met drie. Kwart voor drie. En er komt nu eindelijk een boot, lijkt het. Het heeft even geduurd, maar we gaan beginnen, denk ik. Eerst komt Stichting Pink Promise. Zo, hebben we uitgepakt. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live, cause some people never learn. Heet je nou Jorn of Jarne? Ik ben Jorn, maar Piet heet Jarne. Oh ja. Heb je nou zin? Ja, zeker, jij ook? Ja, heel erg. Ja? Ja, proost. Not gonna watch me burn, cause baby I got you, 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 you. Op dit moment nog niet op de helft. We komen nu aan bij 20 en we moeten tot 50, maar eigenlijk denk ik nu al, het is goed zo. Maar het duurt ook heel lang. Er zitten steeds 4 minuten tussen. Ik denk dat er een paar boten bootpech hebben. Sommigen hebben heel zacht geluid. De volgende boot is de Amersfoortboot. 033, het kleurrijke hart. Nou, dat is mijn stadje. Maar er zijn heel veel dingen die ik helemaal niet ken. Ja. Vlerk. Theater Oester, nog nooit van gehoord. Echt niet? Jawel. We worden uitgelachen door stel. Door stel artsen. They always pray on the lonely. But with you here, nothing can scare me. I'm not afraid to love. Not afraid to love you. I will tell them what I'm feeling forevermore. I don't care about the feelings, not anymore. Show them that, show them that love is pure, no matter who it's for, 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 for. It's a new beginning, set a better life. It's a dancing underneath the disco light. They can try, but they can never take me down. Sta je ook in de rij voor het toilet? Nee, ik ben het geweest. Oh, ja, opluchting. Maar hoe doe je dat met zo'n pak? Ja, ik ga die laten zien, denk ik. Oh, zit een ritje. Oké, okay, nou ja, heb je daar zin? Zeker. Jij? Maar er zijn nog boten, hè? Weet je hoeveel boten ik al gezien heb in mijn leven? Ja, nee, ja, ik moet er alleen gewoon heel erg passen. Nou, ga je ding doen. Hard, hè? Echt luid. De enige dag dat fanclapping wel is toegestaan in onze community. Hey Kian. Hoi. Heb je daar zin? Zeker. Ja? Wat vond je de leukste boot? Ik heb ze nog niet allemaal gezien, maar eentje had een fluitje. En die floot een toon. Ik dacht, ja, ik doe het gewoon met mijn vingers terug. Dus voor? You.
omhoog. Gegeten bij de Zwarte Vos. Sorry, mijn lens is heel vies weer. En nu is de vraag, gaan we naar huis of gaan we nog even dansen? Ja, echt een beetje in dubio. Ik zou wel een lekker dutje willen doen. Maar ik heb ook wel zin om te dansen, ik ben er nou toch. We gaan het zien. We hebben nog even gedanst op het Jacobskerkhof, heet het zo? Maar het was echt veel te druk, er waren zoveel mensen. Iedereen was er, maar er schijnt dus ook nog een feestje te zijn op het ledig erf. Praat ik zo? Nee. Best om te articuleren. Op het ledig erf, en dat is vlakbij Dr. Bram, dus daar gaan we nu even naartoe. Ik zou eerlijk zeggen, ik lig al een beetje in een eikenhouten kist omringd met ladies. Ik heb er ook heel weinig verwachtingen van. Wie weet. Waarom had je het over ex-Africa? Ja, omdat het daar... Het rook naar ex-Africa. En wat bracht dat bij jou boven? Ja, het PTSS. Van de gymtrauma's. Ja, gymtrauma's. Imposter syndroom. Ja, het was echt zo'n straight pride daar. Had jij dat ook? Ja, ex-Africa heeft zo'n toxic aantrekkingskracht op mij. Wel? Ja, omdat zeg maar alle knappe, onbereikbare hetero's, die hadden dat. Jeetje. Ja, maar gelukkig ben je er overheen gegroeid. Oh, oef. Weet je, ik heb dat met Paco Rabanne 1 Million. Ik heb dus één keer iemand gezoend en die had dat luchtje en ik was echt... Het was een soort gewoon feromonen. Ik dacht echt, holy shit. Maar zo'n luchtje gaat echt diep in je geheugen zitten. Als ik dat nu ruik, maakt niet uit hoe je eruit ziet. Ja. Ik spring... Ja, goenk. Ja. Oh, ja. Paf of reactie krijgt hij anders naar. Nou. Op. Wat een dag en wat een avond. Ik vond het heel erg gezellig. Het was echt een hele leuke Pride in Utrecht. We hebben nog even bij Bram gechilled en nu ga ik lekker naar huis. Ik ben echt kapot. Oh. JP, ik ben thuis. Ik lig lekker in bed. Ja, ik wilde eigenlijk nog een hele speech houden over hoe belangrijk de Pride is en hoe fijn het is dat we het met z'n allen zo konden vieren. Om zo'n dag door de stad te lopen en echt het gevoel te hebben dat, dat dit is hoe het eigenlijk hoort. Maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik ben echt helemaal kapot. Echt gesloopt. Eigenlijk precies zoals ik van tevoren had verwacht, ben ik gewoon zoals altijd met iedere Pride gewoon helemaal ingestort. Terwijl ik het volgens mij echt wel rustig aan had gedaan. Maar ik vond het echt een hele leuke editie. Dit was de laatste vlog van deze week. En het was een beetje een rare week. Dat hebben jullie ook wel in de gaten gehad. Ik zal er later op terugkomen. En ik ben heel blij met jullie en jullie lieve reacties. Dankjewel voor het kijken en ik zie je graag maandag. Fijn weekend. Kijk maar even. Doei. Audiotest, dit is een audiotest. Zit het goed? La la la, zit het goed? Audiotest.